De jonkies kijken hun ogen uit. Een trail rijden zonder met de voeten aan de grond te komen. Op motoren die over het algemeen nog ouder zijn dan de berijder zelf. Hij is van 1940 ongeveer. Hij is samengesteld uit een legermotor uit de Tweede Wereldoorlog. Dus er zit wel eens een jaartje verschil in het productiejaar. Je kunt niet zo snel gang maken. Hè? Een moderne motor die heeft het gas en je zit boven. Nou, dat is hier niet. Dus het is net als ik. Hè? Rustig aan, dan gaat hij goed. En dat is ook de essentie van de trailsport. Niet de snelheid, maar de motorbeheersing is doorslaggevend. En dat is op zo'n oude motor nog niet gemakkelijk. De moderne motoren die wegen ongeveer 65 kilo. En de classic motoren, daar zijn erbij, die wegen 120, 130 kilo. Dus petje af en respect wat ze met de oude motoren allemaal kunnen. Gewoon puur op het gevoel van ik kan dat bochtje maken en ik kan daar naar beneden rijden, ik kan daar omhoog rijden. Daar gaat het om. Kijk, ik ben 70 en om dan tegen die grote betonnen aan te gaan, ja, dat willen mijn armen niet meer. Dat is, en dit kan nog. Ja, er wordt rekening mee gehouden. Met de classic trail zijn de spelregels anders dan met de moderne trailrijders. De classic rijders moeten non-stop rijden, dus ze mogen niet stilstaan. Ze mogen niet omzetten. Ze moeten blijven rollen. En dan proberen met nul voetjes de non-stop uit te rijden. Mijn leeftijdsgenoten, laat ik het maar zo zeggen, ja, langzaam beginnen uit te sterven. En de jonge mensen, die rijden allemaal modern. De elektrische trailmotoren komen langzaam in beeld. Dus er komt een tijd, vrees ik, dat de benzinemotoren uit beeld verdwijnen. Maar laten we hopen dat dat nog jaren duurt.